Wie is de beste jonge striptekenaar van Nederland? Tekentalenten hadden vanmiddag 2 uur de tijd om zich te bewijzen op het Nederlands kampioenschap striptekenen. Dieren die een gisterfilm kijken, maar die zijn allemaal heel bang, behalve die. En dan komt er dus een eng monster en is heel erg bang en dat zijn dus zelfs zijn vrienden. Die wel bang waren, maar die laten hem dan schrikken. Het gaat over twee jongens die zijn aan het basketballen in een wedstrijd. En op een gegeven moment zegt hij gooien en dan wordt de schoen naar zijn hoofd gegooid. Nee, die bal duwt, weet je. Bij de wedstrijd gaat het niet alleen om mooie tekeningen, maar ook om een goed verhaal. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën. Wij volgen de 12 tot 14-jarigen en de 9 tot 11-jarigen. De kinderen kunnen kiezen uit 3 thema's. Sport, dieren en griezels. Susan, welk thema heb jij gekozen? Ik heb voor sport gekozen. Ik had toevallig een leuke idee in mijn hoofd over sport. Dus... Alle 3. Alle 3? Hoezo? Omdat ik niet kon kiezen. Gewoon van alle 3 heb ik een gagstrookje, dat is een stripje van 3 plaatjes. Ik let eigenlijk op het kleuren heel veel, daar heb ik heel veel geoefend thuis. Of van donker naar licht en de schaduwen. Het meest de wallen onder de ogen van het figuur. Hoezo? Ik weet niet, dat vind ik gewoon zelf het allerbelangrijkst. En wat vindt de jury het belangrijkst? Waar ik altijd op let is de leesbaarheid. Dus of het verhaal goed loopt en duidelijk loopt. En wat ik ook belangrijk vind is hoe de figuurtjes acteren, zeg maar. De figuurtjes moeten bepaalde uitdrukkingen hebben om hun gevoelens te uiten. En dat moet er gewoon leuk en goed uitzien. De hoofdprijs is je eigen strip in het blad Apple. En dat is natuurlijk een aardige stap op weg om echt striptekenaar te worden. Daar was ik al heel vroeg mee bezig. Door als jij mag, ik wil een strip uitgeven. Maar toen lukte het niet. Ik vind het een leuk beroep. Dus ik, misschien ga ik wel iets anders in tekenen doen, maar ik denk dat ik striptekenaar word. De winnaars zijn inmiddels ook bekend. In de groep tot 11 jaar heeft Melanie gewonnen. En bij de 12 tot 14-jarigen haalde Timmy de eerste prijs.